Oké, ik heb zojuist deze hele video al opgenomen. En toen kwam ik tijdens de edit achter dat ik de hele video lang lipstick op mijn tanden had zitten. Dus, we doen hem even nog een keer. Hoi, ik ben Annette. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over borsten. Ik maak deze reeks video's wel vaker waar ik het eigenlijk over struggles heb die vooral bij vrouwen veel hebben met bepaalde dingen. Ik zeur gewoon over dingen waar we gewoon graag over zeuren. Dat is eigenlijk gewoon het hele punt. En een van die dingen zijn onze borsten. Of je nou grote meiden hebt of kleine meiden. Elke maat heeft wel zo zijn probleem. Dus vandaag ga ik die met jullie bespreken. Laten we snel beginnen. De eerste struggle is voor de kleine meiden onder ons. Ik onderval. Eén ding die ik veel tegenkom als chick met kleine borsten is dat ik heel erg graag strapless dingen wil dragen. Strapless jurkjes, shirtjes, jumpsuits, dat soort dingen. Vooral als ik het op size of zo voorbij zie komen, denk ik, oh my god, zo mooi, ik wil het ook. Totdat ik zie dat het model gewoon hele mooie vormen heeft, wat natuurlijk eigenlijk het hele kledingstuk ook mooier vormt. En ik gewoon weet dat als ik hem aan zou doen met mijn kleine cup, dat ten eerste mijn borsten er gewoon compleet in zouden verdwijnen. En ten tweede, als ik hem een dag zou dragen, dat het de hele dag alleen maar hijsen wordt. Omdat dat ding constant gewoon afzakt. Want ja, hier heb je gewoon niet echt veel steun. Dus het is eigenlijk gewoon alleen maar gedoe. Sowieso probeer ik eigenlijk alles zonder bandjes maar gewoon te vermijden. Rennen als je ongesteld bent. Ja. Niet alle vrouwen hebben dit, maar als je ongesteld bent, dan kan het zijn dat je borsten wat gevoeliger zijn dan normaal. En dan kan rennen best wel vervelend zijn. Het doet mij heel erg denken aan toen ik op gym zat, op de middelbare school of op gym zat. Ik moest gewoon gymmen of ik nou wilde of niet. En dat we dan eigenlijk elke gymles een rondje moesten rennen om even op te warmen. En als je dan ongesteld was, was dat gewoon best wel een dingetje, want dat deed best wel zeer. En vooral als je een BH aan had die niet heel erg veel ondersteuning gaf, had ik altijd echt het idee van, oh my god, ik moet iets vasthouden, ik moet het ondersteunen. Ook al heb ik niet echt iets om vast te houden of wat dan ook, maar je weet wat ik bedoel. En als ik dan ongesteld was, had ik echt zo erg tegenop om te gaan rennen. Sowieso zat ik eigenlijk er altijd wel tegenop om te gaan rennen of überhaupt te gaan gymmen. Maar dat even terzijde. Als je wat kleinere borsten hebt, dan herken je vast wel het probleem dat als je gaat liggen, dat je borsten spontaan verdwijnen. Heel herkenbaar. Thank God voor push-up BH's. Vooral als je een kleine meid bent, je hebt kleine meiden daar. Dan heb je soms kleding waar ze gewoon echt compleet in wegvallen. En daarvoor zijn push-up BH's best wel fijn. Die geeft allemaal net even allemaal wat meer steun. En daardoor kan het er gewoon net even wat mooier uitzien onder kleding. Maar soms is het toch best wel een beetje gênant als je echt zo'n hele lekkere volle BH aan hebt. En je geeft iemand een knuffel of iemand stoot er per ongeluk tegenaan. En dat ze echt zo'n bonk met vulling voelen zitten. Ja. Niet iedereen hoeft te weten dat je soms even faked. Sowieso een ding met push-up BH's is dat je dan de hele dag goed voelt. Want het ziet er allemaal gewoon wat mooier uit allemaal. En wat strakker en wat meer bij elkaar. En gewoon de perfecte borsten die je wil hebben. En als je ze dan eenmaal uitdoet, dat er dan eigenlijk vrij weinig overblijft. Ja. Inkijk. Ja, dat is ook wel een dingetje. Ik ben zelf in ieder geval iemand die er nooit echt heel erg rekening mee houdt. Behalve als je natuurlijk een bepaald shirtje of hemdje aan hebt. Waarvan je weet dat je gewoon net even iets meer ziet. Maar ik denk vooral als je wat grotere borsten hebt, dat het echt best wel een ding kan zijn. Vooral als je op foto's staat of zo en het wordt van bovenaf genomen. Of je staat net op een bepaalde manier dat je denkt, er is nu wel heel erg veel te zien. Borstzweet. Ja, we hebben het allemaal. Vooral als het zomer is, als het warm is buiten. Ik ben dan eigenlijk iemand die zoveel mogelijk BH's probeert te vermijden. Nou ben ik iemand die BH's niet heel erg hard nodig heeft. Dus dat is natuurlijk wel weer een voordeel. Maar soms dan ben je er gewoon niet op voorbereid. Of kan je er gewoon niet omheen. Of moet je net even iets intensiefs doen. En dan gaat het er allemaal een beetje plakken daar. En zweten. En ja, niet heel prettig. Ik laat push-up BH's in de zomer in ieder geval lekker in mijn kast liggen. En de laatste struggle is toch echt wel bikinis. Zowel voor de meiden met grote of kleine borsten. Het passen van bikinis, het aanhebben van bikinis, dingen die losschieten, borsten die eruit vallen. Het is allemaal echt zo'n gedoe altijd. En toevallig heb ik daar een tijdje terug al een video over opgenomen. 8 struggles die wij meiden herkennen als wij bikinis moeten passen of aanhebben. Als je die nog niet hebt gezien, zou ik zeggen, kijk hem vooral nog eventjes. En hierbij wil ik ook aan jou vragen of jij je grootste struggle die jij altijd tegenkomt, op het gebied van borsten. Ik wil achterlaten hier beneden in de comments. Ik geef jullie hierbij de ruimte om gewoon even lekker te zeuren. Dus doe het gewoon hier beneden in de comments. Ik denk dat het heel erg leuk is voor mensen om te lezen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!